kerstballen. Een applaus graag. Ja, de kerstballen zelfs in de baard daar zo. In het haar. Ja. Heel bijzonder. Welkom bij deze razend speciale eindejaarseditie van Slag om het Eindspelhuis. Mijn naam is Theodor Kronk, naast mij staat Ivar Lingen. Wij zijn jullie debatmeesters van dienst vanavond. Ja, rust even uit. Je hebt hier naartoe komen rollen. Ik rent. Precies. Ga even rustig zitten, zou ik bijna maar zeggen. Maar op zich, de tempo is wel lekker. Ja, dat is zeker waar. Ja. In deze decembereditie gaan we het hebben over de plannen van wethouder Boudewijn Revers van de VVD om de Haagse woningnood enigszins te beteugelen. Ja, daarover praten we straks met Peter Boelhouwer. Hij is hoogleraar woningmarkt van de TU Delft. Wieger Mol, hij is ontwikkelingsmanager van vastgoedbedrijf BPD. En Suzanne Schuitenmaker van de Woonbond. En ook de debatmeesterstoel is terug. Daar klimt straks Linda Vermeulen van FNV op. Marcel Vrek komt vandaag weer langs met een nieuwe column. En onze huisband Food Fridge Moneybox dus. Bekende bezetting, nieuwe naam en met kerstballen dus. Zij spelen als wij door moeten met het programma. Klappen dus, niet boos joelen, we kennen de regels. Dat is zo. Maar dit bomvolle programma gaan we eerst beginnen met een gesprek met wethouder Rachid Gernawi. Ik zie hem al staan. Een applaus graag. Als jij wilt doorschuiven, dan kan ik ook even zitten. Je wil zitten? Ja. Ja. Jij mag dicht bij ons komen. Oké. Daar gaan we. Rachid, je gaat over financiën en integratie. En toevallig zijn er vandaag wat heel veel dingen. Maar je gaat gemeentelijke organisatie. Over het geld. En laat nou net vandaag bekend zijn geworden dat de aandelen Eneco, waar veel om te doen is geweest in Den Haag, in de verkoop gaan. Heb je al uitgerekend wat het gaat opleveren? Het gaat genoeg opleveren. En wat het gaat opleveren, daar doe ik verder geen uitspraken over, omdat dat uiteindelijk het eindproces is. En dat proces wil ik verder niet beïnvloeden door nu te zeggen wat het gaat opleveren. Maar het gaat wel om honderden miljoenen. Dat is wel iets dat zeker is. Het gaat om heel veel geld. Maar honderden miljoenen, moet ik dan denken aan een paar honderd of 300, 400? Het gaat om heel veel geld. Echt heel veel geld. En het bedrijf is heel veel geld waard. Maar je wil uiteindelijk weten hoeveel geld het is. Dat willen wij allemaal. Want uit dat geld worden allerlei plannen, duurzaamheidsplannen gefinancierd. Nee, maar wij weten wat het ongeveer gaat opleveren. Maar dat is wel vertrouwelijke informatie. Want wij moeten de partijen die het uiteindelijk gaan kopen niet slimmer maken dan zal zijn. Misschien moeten we de vraag anders formuleren. Wat kun je wel zeggen over de verkoop van de aandelen van Eneco verder? Nou, dat we na een heel lang proces met alle partijen binnen Eneco. Dus dat zijn de aandeelhouders, alle 53 gemeentes die ook de eigenaar zijn. Maar dat is raad van bestuur, raad van commissarissen, maar ook de centrale ondernemersraad die de belangen van de werknemers behartigt. Hebben we uiteindelijk besloten om het via een veiling te gaan doen, een controlled auction. Nou, dat proces kan nu worden gestart. En dat gaat ervoor zorgen dat we eigenlijk eind 2019 dan weten ongeveer welke partij het gaat kopen. En dan in 2020 kunnen we dat dan formeel maken. Vanuit de Raad was er veel kritiek op dit plan om de aandelen te verkopen. Heb je dat begrepen? Nee, vanuit de Raad is er gewoon een breed draagvlak. Nou, ik heb ook eens partijen gezegd die waren fel tegen de verkoop van die aandelen. Er zijn een aantal partijen die zijn fel tegen de verkoop van de aandelen. Maar als het over de Raad gaat, heb je het vaak over de meerderheid van de Raad. En de meerderheid van de Raad steunt de plannen om Eneco te verkopen. Ja. Dat is wel zo, maar goed, het was niet zo koek en ei zoals je het nu schetst. Men was bezorgd dat privatisering ertoe zou leiden dat de duurzaamheidsagenda van Eneco onder druk zou komen staan. Je hebt geen controle meer op Eneco, kort gezegd. Klopt, als het verkocht is, dan is het van een andere eigenaar. Maar via de criteria die we stellen aan de eigenaar, en die hebben we ook vastgesteld, zullen we zorgen dat de duurzame koers van Eneco gewoon goed geborgd is. Wat gaat de toeschouwer die hier nou zit daar nou van merken? Nou, in principe weinig. Behalve dat we met dat geld wat we verdienen met de verkoop van Eneco allemaal mooie dingen voor Den Haag kunnen doen. Want dat hebben we ook afgesproken. Er gaat 50% van dat geld gaat naar duurzame mobiliteitsvraagstukken. Dus trams, OV, noem het allemaal maar op. Dat is heel belangrijk. Alleen niet hoeveel trams ervoor kunnen worden gekocht, omdat we nog niet weten hoeveel geld er mee gemoeid is. Nee, klopt, maar je hebt het geld nodig. We hebben echt in Den Haag een behoorlijke uitdaging om Den Haag bereikbaarder te maken. Dat kost gewoon veel geld. En de helft van het geld wat we verdienen met Eneco gaat naar de wethouder mobiliteit. En die gaat allemaal mooie dingen mee doen, waardoor Den Haag bereikbaar is. 30% gaat naar duurzaamheid.
Er wordt zo'n revolverend fonds waarmee we allerlei duurzaamheidsambities die we hebben verder kunnen concretiseren en realiseren. 20% gaat naar woningen om daarmee aan de slag te gaan. Dat zijn allemaal belangrijke dingen die dit college voor Den Haag wil doen. En die worden gefinancierd vanuit de opbrengst van Eneco. En dat zal echt een hele goede grote opbrengst zijn. Is dit de grootste stap eigenlijk van die dit college nu heeft gezet deze periode tot nu toe? Nee, het is gewoon een van de dingen die we doen. Het is eigenlijk niet zo belangrijk. Nee, het is wel heel belangrijk. Toch wel. Maar er zijn meerdere zaken belangrijk. We zijn bezig met werkgelegenheid, is superbelangrijk. We zijn bezig met economie, is superbelangrijk. We zijn bezig met die bereikbaarheid. Mm-hmm. We hebben duurzaamheidsambities. En dit is gewoon een keuze die we hebben gemaakt, omdat we vonden dat het geen kerntaak is van de overheid. Daarom zijn Essent en die anderen ook al, ik weet niet hoe lang geleden, verzelfstandigd door andere gemeentes. En met dat geld gaan we echt hele goede dingen doen. Maar het geld komt maar één keer binnen, hè? Ja, klopt. Ja. Was het niet handiger geweest om een deel te verkopen en nog iets achter de hand te hebben voor echte noodsituaties? Ja, maar kijk, wat we soms vergeten. Het is niet van Den Haag, hè? Het is van 53 gemeentes. Dus wat we doen, doen we samen met 53 gemeentes. Ja, maar Den Haag heeft wel 16%, meen ik. Ja, maar dat is geen. Rotterdam heeft de dubbele. En dan heeft Dordrecht weer de helft. Maar er zijn 53 gemeentes. En met elkaar nemen we dit besluit. Ja. Als Den Haag het alleen voor het zeggen had gehad, had je dit dan ook gedaan of niet? Ja, maar dat is als dan. Ja. Oh, hij is politicus. Doorgewinterd politicus. Gaat dat niet zeggen. We hebben in Eco niet. Dus we hebben het met 53, met 52 anderen. Dus dat is gewoon, ja, dat is niet de situatie. Goed. De situatie is nu van Eneco is van 53 gemeentes. En gelukkig hebben die gemeentes nu besloten, samen met de organisatie zelf, samen dus met de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, ja, en de Centrale Ondernemingsraad. Hoe hard heeft Den Haag dat geld nodig? Den Haag kan dat geld gewoon heel goed gebruiken. Goed gebruiken of is de nood hoog? Heel goed gebruiken. Ja, want bijvoorbeeld, er zijn heel wat uitdagingen. Bijvoorbeeld als je kijkt ook naar jouw portefeuilles. Den Haag telt 27.000 werklozen. Langdurig zijn die werkloos al. Hoe problematisch is dat? Ja, er zijn gewoon 27.000 mensen die niet bezig zijn met werken. Maar kijk, want er zijn 27.000 mensen. 27.000 mensen. Ik bedoel, er zijn hele steden in Limburg waar ze minder inwoners hebben dan wij in de bijstand. Ja, maar ze hebben goede reden toch om langdurig werkloos te zijn? Nou, dat is de vraag. Kijk, wij willen gewoon dat die mensen aan het werk gaan. Dat is goed voor die mensen zelf. Daar kunnen ze weer mooi geld verdienen. Kunnen ze hun toekomst opbouwen. Kunnen ze hun ambities realiseren. Dat is goed voor al die werkgevers die om mensen zitten te springen. En dat is goed voor de gemeentefinanciën. En daarom zijn we bezig met een plan. Dat is bijna klaar. Waarin we dus gaan kijken wat we extra gaan doen om die mensen aan het werk te krijgen. Het gaat om 500 mensen extra per jaar. 500 mensen jaarlijks extra. Dus boven de 4.000 die we nu doen, wordt het dan 4.500. Wat maakt dat dat het gaat werken? Want het is natuurlijk wel vaker geprobeerd om langdurig werklozen uit de bijstand te krijgen. Dat is geen sinecure. Nee, omdat we nieuwe dingen gaan doen. Wat zijn de nieuwe dingen dan? Nou, even verklappen, maar dat heb ik al gezegd. We zijn laatst begonnen met die werkambassadeur. Dat hadden we niet. Dus er gaat iemand vanuit MKB Den Haag, die gaat aan de slag in het industrieterrein, Zichtenburg. En die gaat dan zeg maar huis aan huis kijken welke banen daar zijn en hoe we de bijstand daaraan kunnen koppelen. Ik ben in gesprek, handeling, met het Westland om te kijken welke afspraken kunnen we maken zodat Haagse werklozen ook in het Westland aan de slag kunnen. Maar ook dat is al een keer eerder geprobeerd. Dat is door Rotterdam geprobeerd, maar niet op de goede manier. En nu zijn we bezig om dat op de goede manier te doen. Dus maar samen is niet het grote euvel dat heel veel langdurig werklozen volstrekt geen ritme hebben, geen kennis misschien van de beroepen waar werk is, dat die afstand enorm groot is? Dat is ook een probleem. Maar wat we ook gaan doen, we hebben dus een hoop werklozen die wij de afgelopen jaren niet meer hebben gesproken. We gaan dus iedereen op gesprek laten komen en dan weten we van iedereen, nou, wat is de situatie, wat zijn de belemmeringen, waar zijn de kansen, waar zijn de mogelijkheden. We zijn dus aan het kijken welke trajecten er zijn. Een van de dingen die we bijvoorbeeld gaan doen, we hebben de Hallo Werk app. Daarin kunnen werkgevers rechtstreeks in die kaartenbak van de bijstand. Dat doen we samen met Rotterdam, dat is echt uniek. En daardoor kunnen we de mensen die we dus allemaal spreken en kijken waar zitten belemmeringen, mogelijkheden, etc. Die kunnen dan in die app. En dan kunnen werkgevers rechtstreeks die mensen benaderen. Dat is allemaal het werkt eigenlijk als een soort Tinder, toch? Ja. Vind je dat mensen die langdurig werkloos zijn nu voldoende doen om daaruit te komen? Ik denk dat het
gedeeltelijk, dat het ook een groot deel bij ons ligt. Want wij hebben de afgelopen jaren, heeft de gemeente zich gefocust. Het was ook een andere marktsituatie om de mensen die in de bijstand kwamen er snel uit te helpen. En daardoor hebben ze minder energie gestopt in de mensen die er al langer in zaten. Nou, en wat wij nu doen is gewoon iedereen weer op gesprek. Iedereen weer goede... Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, het juiste profiel eraan koppelen. En ondertussen zijn we met verschillende trajecten bezig waar we die mensen dan aan kunnen koppelen. En dat is wat we aan het doen zijn. En een van die dingen die we echt doen is zorgen dat die werkgevers rechtstreeks in die kaartenbak kan van mensen die willen en kunnen werken. Ja, je zegt nu van het bieden mensen kansen, et cetera. Maar het is wel met het mes op de keel. Wie geen baan accepteert, die wordt gewoon gekort op zijn uitkering. Sterker nog, ik las zelfs een citaat van jou. Totdat ze geen uitkering meer hebben. Nou, we hebben een... Niet zo vriendelijk als je het doet voorkomen. Dus. Nou ja, ik zal het wel. We hebben een heel goed plan, dat komt eraan. Waarin we echt iedereen mogelijkheden gaan bieden van mensen die kunnen en willen werken. En wat er natuurlijk bij hoort, is uiteindelijk mensen die wel kunnen, maar niet willen. Hebben we gewoon het huidige wettelijk kader, dus niet iets nieuws. En daar passen we dan toe. Maar waarom moet je mensen eigenlijk per se die niet willen werken, waarom moet je die per se die arbeidsmarkt opsturen? Doe die als ze het toch niet willen, dan waarom zouden ze dan nu wel willen? Oké, omdat we vinden dat mensen die niet willen niet zomaar geld kunnen krijgen. Het is een vangnet. De uitkeringen, dat hele sociale systeem is een vangnet. En niet zomaar van iedereen die dan niet wil werken. Maar het kan toch juist demotiverend werken als je die mensen de arbeidsmarkt opstuurt? Ja, maar we gaan kijken naar mensen die willen werken. Hoe groot is die groep dan, van die 27.000? Daar zijn we nu in beeld aan het brengen. Want ik ben ook heel benieuwd van die groep van 27.000... en waarvan 22.000 langdurig in de bijstand zit. Wie wel en wie niet? Want er zullen ongetwijfeld, en dat denk ik, dat zal wel substantieel zijn, een aantal van wie we zeggen van, ja, die krijg je... En die kunnen niet werken. Die hebben psychische problemen, allerlei andere problematiek. En dan zijn zij dus vrijgesteld. Of zullen we ze in ieder geval via vrijwilligerswerk gaan proberen om ze die kant op te brengen. Maar Rachid Karnewé, hoe kan het nou dat het nog steeds niet geïnventariseerd is wie er wel wil werken en wie er niet wil werken? Ja, zoals ik net al zei, de afgelopen periode was het ook voor de gemeente heel moeilijk om mensen aan het werk te krijgen, omdat de markt ook gewoon tegen zat. De afgelopen periode praat je over de periode van jouw voorgangers. Klopt. Dus ze hebben daarop geïnvesteerd in de mensen die er net in kwamen, om die zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dus de mensen die er al in zaten, daar is niet in geïnvesteerd. Daarom hebben we daar ook geen voldoende goed beeld van. Dus we gaan iedereen weer op gesprek. Dus volgend jaar al heb ik meer dan 11.000. Gaan we dus allemaal weer dat persoonlijk gesprek om te kijken van wat wel en wat niet. En dan weten we ook van... Dan weten we ook de groep van die echt niet aan het werk kan. Kijk, en mensen die niet kunnen, ja, dan wordt het heel lastig. Wat ga je daarmee doen dan? Ja, de mensen die niet kunnen, die zullen dus die uitkering hebben, een goed vangnet. Maar ga je die verplicht vrijwilligerswerk laten doen? Ook? Waar het kan, vrijwilligerswerk. En dan gaan we kijken of ze wel vrijwilligerswerk hoe kunnen. Hoe groot acht je de kans hoe groot denk je dat de groep is die Nederlands niet machtig is, die langdurig werkloos is? Nee, maar Nederlands niet machtig is voor mij geen reden om dat ze niet kunnen werken. Ik bedoel, wat wij ook gaan doen met mensen bijvoorbeeld als taal het probleem is, dan gaan we met taalles aan de slag. En dan gaan we, tegenwoordig zie je ook dat het veel meer kan in een combi. Dus aan het werk en de taal leren, want daardoor leer je de taal snel. Dus dat je de taal niet spreekt, is voor mij geen reden om te zeggen dat ze kunnen niet werken. Dit is voor mij juist, dan moeten we de taalvraagstuk oplossen. Dus goed taaltraject. Dat wordt ook de lijn van jouw integratiekoers. Taal. Hoe kijk je dan tegen zo'n bericht aan van gisteren? Koolmees, die bracht naar buiten dat er veel taalbureaus sjoemelen. Dat er veel wordt gefraudeerd. Hoe groot is dat probleem in Den Haag? Nou, kijk, heb je daar een beeld van? Nee, het is een landelijk vraagstuk. Heb je lokaal toch een beeld? Nee. Een aantal jaren geleden heeft het kabinet ervoor gekozen... Rachid, je weet toch in Den Haag toch wel een beetje van die taalbureaus die er zijn, of die kwaliteit leveren of niet? Nee, dus ik zal je uitleggen waarom. Omdat een aantal jaren geleden het kabinet heeft gezegd dat die mensen dat zelf mogen beslissen. Vroeger ging het via de gemeente. Nu mogen mensen die net naar Nederland komen, die krijgen opeens 10.000 leningen en die mogen een bureau uitzoeken. Ik begrijp niet hoe dat werkt. Nou, dat werkt dus ook niet. En gelukkig heeft Wouter Koolmees gekozen om dat weer naar de gemeente te doen. Dus we hebben daar geen overzicht over, maar ik ben het helemaal met ze eens dat het gewoon via de gemeente moet. Dus kun je weer sturen op kwaliteit? Kun je weer sturen op kwaliteit, gaan wij die partijen selecteren, doen wij dat. En dan zullen we zorgen dat die mensen gewoon zo snel mogelijk de taal leren en zo snel mogelijk inburgeren. Is taal de sleutel tot alles? Taal is de sleutel.
De problematiek is veel breder, maar als je de taal niet spreekt, dan is het heel moeilijk om die problematiek bespreekbaar te maken. Want daar heb je gewoon de taal voor nodig. En als je taal spreekt, dan is de kans veel groter dat je alle kansen die dit prachtige land en deze prachtige stad biedt, ook gewoon kunt benutten. Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit je eigen achtergrond? Ik bedoel, Nederlands was niet de voertaal thuis, toch? Als je dan al die mensen ziet die nog geen Nederlands spreken, wat vind je daar dan van? Nou, dan vind ik dat we daar echt wat aan moeten doen. Ik vind, dus daarom focus ik op taal. Ik bedoel, mijn moeder die spreekt nog steeds slecht Nederlands. Denk ik van, ja, gemiste kans. Had ze 40 jaar geleden al moeten doen. Mijn vader ook. Maar die voorbeelden die jij dan noemt, hoe kun je er dan toch voor zorgen dat die mensen alsnog de taal machtig worden? Nou, dat is door te kijken. Ik bedoel, een van de dingen die nu lopen is van welke taalopleidingen hebben we überhaupt? Ik ben door de boom het bos niet meer. We hebben taal in de buurt, taal in de wijk, taal op school, taal dit. Dus we zijn bezig met een hele inventarisatie van wat hebben we allemaal, voor welke doelgroep en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk organiseren. We zijn met het ministerie in gesprek om te kijken hoe die nieuwe inburgeringseisen gaan. We zijn aan het kijken welke groepen we verplichtend kunnen doen. En dan dat kan via de bijstand en via de inburgerswet. Maar er zijn ook groepen die dat niet hoeven. Dat zijn bijvoorbeeld de Moelanders die vrij zijn gesteld. Terwijl dat een groep is die in Den Haag juist heel relevant klopt. Is. Klopt. Dus ook daar komen we met beleid om te kijken van hoe kunnen we dan wel zorgen dat de Polen en de Bulgaren ook meedoen met Nederlands. Jouw ouders spraken geen Nederlands, niet goed in elk geval. Nee, niet goed. Jij bent aardig terechtgekomen. Wat is dan het verschil? Nou, wat het verschil is goed onderwijs. Gelukkig heb ik goed onderwijs genoten. En heb ik via die weg... Maar als jou alleen goed onderwijs was aangeboden en je had er verder niks mee gedaan, dan was je ook niet heel ver gekomen. Klopt. Dus wat is dan het verschil? Ja, het verschil is dat ik door goed onderwijs, door die maximaal te benutten, daaraan vast te houden en uiteindelijk heb gezorgd en gekozen dat mijn toekomst is. Dus daar heb ik in geïnvesteerd. Maar ik heb ook vrienden die hebben verkeerde paden gekozen. Omdat die niet voor het onderwijs gingen, die gingen voor het snelle geld. Nou, en dat moeten we voorkomen door goed onderwijs, gelukkig dat we hebben. En de juiste randvoorwaarden om te zorgen dat zij ook gewoon het maximale... Maar het snelle geld ligt hier in Den Haag ook voor het oprapen. Ja. Er zijn heel veel jongeren die zoiets hebben van, nou, waarom zou ik vakken vullen als ik pilletjes kan verkopen of iets anders. Wat ga je met zo'n groep doen? Ik bedoel, tegen dat geld kun je niet opboksen. Jawel, maar dat geldt niet alleen maar... Kun je ze vanuit het stadhuis motiveren, of niet? Nou, wij moeten in ieder geval de randvoorwaarden bieden dat mensen gewoon het maximale uit hun leven kunnen houden. En door goed onderwijs. Het geldt trouwens niet alleen voor mensen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse afkomst. Het geldt ook gewoon voor mensen met geschiedenis die al heel lang in Nederland ligt. En dus wij moeten... Ja, het klinkt een beetje raar, maar dat is de wortel. Dus gewoon zorgen dat het allemaal goed geregeld is. En dat iedereen het maximale uit zichzelf kan houden. En daar kunnen we als gemeente Den Haag het maximale in doen. Maar aan de andere kant, we hebben ook gewoon handhaving, we hebben politie. Dat betekent gewoon dat als mensen de verkeerde dingen doen, dat we ze op de hielen zitten, dat we ze pakken en dat niet loont. Is daar voldoende capaciteit voor? Nou, met de capaciteit die we landelijk hebben, doen we het. En dat is, je had het net over de wortel. Ik bedoel, een belangrijke wortel is bijvoorbeeld het Migratiemuseum. Het Migratiemuseum zou ervoor zorgen dat mensen in Den Haag die hier niet vandaan komen of niet hier zijn geboren, dat die hun roots kunnen terugvinden in onze samenleving. Je kijkt er heel bedenkelijk bij. Ja. Nou ja, nee, maar Migratiemuseum, dat is geen wortel. Dat is gewoon een project van een aantal mensen die vooral terugkijkt. Kostte meer dan 1 miljoen. En dat is gewoon zonde van het geld. Je kunt gewoon stoppen in echte taaltrajecten, in echte zaken die integratie helpen. En dit is echt terugkijken, een museum waar echt... Ja, maar we weten toch helemaal niet wat voor effect het heeft, omdat het er eigenlijk amper is geweest? Nee, we hebben naar gekeken en we hebben gezegd dat is geen goed idee. Daar moeten we het geld niet in stoppen, want je kunt de euro maar 1 keer uitgeven. Het kostte heel veel geld, het zat op een plek waarvan je denkt, daar gaan mensen niet naartoe. En daarom hebben we gezegd, wij kijken vooruit. Wij investeren in wat echt helpt, en dat is met name taal. En we investeren niet in een museum. Er zijn al genoeg musea, die doen er ook al heel veel aan. En daar moeten we het doen. Maar als de verkoop van die aandelen in Neco een beetje opschiet, dan kan dat museum er toch wel vanaf? Nee, want nog niet, ja. We moeten wel goed kijken welke euro we uitgeven en waaraan. Want dat is allemaal gemeenschapsgeld, moeten we op een goede manier doen. En plannen waar we niet in geloven, moeten we niet doen. Ja, we weten ook niet wat het oplevert, hè, die Eneco-aandelen. Zeker niet, maar veel geld. Geen afscheidscadeau voor jou ooit? Nee, ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor de stad. Nee, maar het kwam misschien ook wel een beetje over als nalatenschap van de vorige wethouder. Ja, maar alles wat wij doen, doen we voor de stad. En goede ideeën, die steunen we en slechte ideeën stoppen we mee. Dankjewel, Rachid Gernoui. Graag gedaan. Een applaus graag. Dankjewel.
Ja, het is de tijd van het jaar, hè. Voor de mensen die shopstress hebben tijdens deze kerstdagen. Even inventariseren, wie heeft er al stress? Shopstress? Iemand met shopstress? Heel veel stress, heel veel stress. Ja, heel goed. Het is misschien wel de uitkomst, de verruiming van de winkeltijden. En winkels in Den Haag die mogen zondagavond tot 11 uur open blijven nu, in plaats van tot 6 uur. En dat is goed voor de lokale economie, voor toerisme en voor de werkgelegenheid. Maar ja, op onze debatmeestersstoel... Knikt al iemand heel hevig nee. Nee, die is daar helemaal niet mee eens. En dat is FNV Bondgirl Vermeulen, Linda Vermeulen. Zoals je het zegt bij een Bondgirl, volgens mij. Linda, jij bent een stuk minder enthousiast hierover. Nou, het is natuurlijk hartstikke fijn dat we op zondag ook boodschappen kunnen doen. En 's avonds en op tweede kerstdag. Het is allemaal hartstikke handig voor ons als consument. Maar de afgelopen tijd is er in Den Haag wel iets bijzonders gebeurd. Een grote groep winkelmedewerkers en vooral verkoopsters van de Bijenkorf... die heeft laten weten aan de gemeenteraad en aan de media hoe dat voor hen is. Dus hoe het voor hen is om te werken op tweede kerstdag. Hoe het voor hen is om te werken op zondagavond. Dat vinden zij namelijk heel ver gaan. Zij willen op zondagavond ook graag bij hun familie zijn. Net als met tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag. En toen de gemeente met het plan kwam van verruiming van de winkeltijd op zondagavond tot 11 uur 's avonds, toen zeiden winkelmedewerkers massaal, de grens is bereikt. Ja, maar je spreekt dus dagelijks met die winkelmedewerkers. Maar wat is nu hun belangrijkste bezwaar? Is dat van die zondag die verdwijnt dan ineens? Ik bedoel, dan kunnen ze toch een andere dag juist vrij krijgen? Dat zou je inderdaad zeggen, maar... In de meeste winkels hebben winkelmedewerkers weinig zeggenschap over hun roosters. Ze hebben bijvoorbeeld een contract van 30 uur. Dan moeten ze 50 uur beschikbaar zijn om te werken. En dan worden ze gewoon ingeroosterd. En daar heb je weinig over te zeggen. Dus het is heel moeilijk om te plannen wanneer je je kinderen van het voetbal wil halen. Of dat je met familie wil eten of met vrienden. En die zondagavond, daarvan zeggen winkelmedewerkers... Nou, dat is nou net de enige avond in de week waarvan ik zeker weet... Dan ben ik vrij. Maar is er echt geen enkel voordeel te noemen hiervan? Van die verruiming van die winkeltijden voor het winkelpersoneel? Er zijn voordelen te noemen. En ik denk dat die vooral bij de werkgevers liggen van de grote winkels. Want die zitten hierachter. Maar het winkelpersoneel heeft geen enkel voordeel? Er zijn vast wel een paar winkelmedewerkers die zeggen... ik vind het fijn om op zondagavond te werken. Maar echt de overgrote meerderheid vindt dit geen goed plan. Dat hebben ze de afgelopen tijd ook laten merken. Ze hebben handtekeningen opgehaald. Ze hebben reacties verzameld. Ze zijn met de wethouder gaan praten. Ze zijn met politici gaan praten. Ze hebben zich hier echt druk over gemaakt. En hun stem is ook gehoord. Hierover is gedebatteerd in de gemeenteraad. Dat vind ik heel goed, want normaal is zo'n beslissing een hamerstuk. Hè, er wordt heel weinig geluisterd naar winkelmedewerkers. Maar... deze medewerkers van de Bijenkorf hebben echt iets in gang gezet. Ik ben dus ook heel trots op Be United. We zijn allemaal één, precies. Ik wil even naar de politiek. Martijn Balster, mag ik jou even vragen? PvdA-fractievoorzitter. Het winkelpersoneel is gehoord. Toch komt die verruiming er. Wat zou jij doen als je in zo'n winkel moet werken? Ja, je kan je daar dus heel moeilijk aan onttrekken. En dat is denk ik precies het argument van de FNV. Je wordt zo gedwongen om op zondagavond te werken voor een heel beperkt voordeeltje. Want er is nog geen onderzoek waaruit blijkt dat het echt hele grote economische meerwaarde oplevert. En als je het direct de betrokkenen vraagt, dan hebben ze er eigenlijk helemaal geen behoefte aan om de winkel tot 11 uur open te doen. Maar is tot 7 uur wel prima. Dus dat gaat het eigenlijk nog maar om 1 uur. En in het hele debat werd ook nog eens verwezen naar een onderzoek, een landelijk onderzoek over de zondagopenstelling, dat het economisch voordeel uitrekende. En dat ging over steden waar nog geen zondagopenstelling was en het ineens gebeurde. Ja, dan heeft het economisch voordeel. Maar Den Haag wil dus shoppingstad van Nederland worden en zijn. Ja. Dan is het toch heel relaxed als je na het om 10 voor 11 nog kunt besluiten om iets te kopen. Ja, uit cijfers blijkt het dus niet dat het heel veel extra bezoekers gaat trekken. En het dwingt dus medewerkers om nog een avond en dan dus de zondagavond ook te werken. Ja, dat gaat wat ons betreft echt te ver. En de medewerkers hebben zich duidelijk laten horen. Dan vind ik echt dat je naar dat belang moet luisteren. Linda, je gaat campagne voeren met het personeel misschien. Maar moet je niet je op de consument richten? Moet die niet denken van, weet je wat, ik ga niet eens. Laat die winkel lekker leeg zijn. In Den Haag is nog iets heel erg bijzonders gebeurd. Misschien hebben jullie dat ook gemerkt op Black Friday.
Hè? Want op Black Friday, dat is een nieuwe feestdag in Nederland. Ja, dat is meer een veldslag, vond ik het. Ja. Maar toen zijn honderden consumenten naar de Bijenkorf gegaan en hebben daar geapplaudisseerd voor de medewerkers. Dat was een groot blijk van waardering. Als je googelt, dan vind je dat op Black Friday applaus. En medewerkers vonden dat geweldig. Dat was ook een initiatief van klanten en wij als FNV ondersteunen dat. En meer waardering voor winkelmedewerkers. Het is echt heel erg belangrijk dat dat er meer komt. Maar na 7 uur gewoon niet meer naar de winkel gaan, dat is eigenlijk het beste signaal wat je als consument kunt afgeven. Nou, dat vind ik een heel interessante gedachte. Maar ja, zit je in de politiek? Interessante gedachte? Nou, ik vind... Kijk, ik kan wel als FNV vinden, ja, dat moeten jullie doen. Maar het moet vanuit de consumenten zelf komen. Ik kan dat alleen maar aanmoedigen als mensen erover nadenken van... Wat zijn de gevolgen eigenlijk van die lange winkeltijden? Ik vind het ook heel goed als we er zo over nadenken van... wie wil deze langere winkeltijden nou echt? Wie zit er daarachter? Ik zal het jullie zeggen. Dat zijn de eigenaren van de grote winkelketens. Primark, hier achter ons. Wisten jullie dat de eigenaar van de Primark dezelfde is als die van de Bijenkorf? Namelijk de Canadese familie Weston. Zijn die families, zijn die aandeelhouders, zijn die eigenaren nou echt zo betrokken met het MKB bijvoorbeeld in Den Haag? Of met de werknemers? Of met duurzaamheid? Ik denk toch dat het vooral gaat om de concurrentiepositie en over geld. Want de kleine MKB'er wordt gedwongen ook mee te gaan in dat ritme? Of... Voor de kleine ondernemer wordt het moeilijker en moeilijker om mee te doen met deze enorme concurrentie. Ja, is het voor de positie van het winkelpersoneel niet heel gunstig dat er zoveel vraag is? Dat zou je denken, maar wat de winkelmedewerkers zelf zeggen is... zodra de openingstijden worden verruimd, dan wordt de bezetting verspreid over de dag. Dus er komen helemaal geen banen bij. Ik moet je ook zeggen, het gaat hier over banen, meestal minimumloon. Dus als je dan fulltime werkt in de winkel, verdien je €1.590 bruto per maand. €1.590 bruto per maand. Dit zijn mensen die veelal geen loonsverhoging krijgen. De Primark geeft geen loonsverhoging. H&M geeft geen loonsverhoging. Zara geeft gewoon loonsverhoging. Maar laten we nog heel even de wederhoor toepassen. Ja. Want het is natuurlijk een plan van het college, Rachid Kenawi. Ja, dat is een heel goed plan. Dat is goed voor de stad, goed voor de werkgelegenheid en goed voor de lokale economie. Dus daarom zijn we blij dat het door de raad is aangenomen. Dus alles wat Linda zegt, dat is allemaal onzin? Ja, daar verschillen we over van mening. Niet alles wat ze zegt is onzin. Nee, zeker niet. FNV is een hele belangrijke partij in Nederland. En we hebben goed naar de inbreng van FNV geluisterd. En uiteindelijk hebben we de afweging gemaakt dat het goed is voor de stad, goed voor de werkgelegenheid, goed voor de economie. En daarom hebben we besloten. En dat is ook democratie wat FNV vast mee eens is. Lin, ja. En niet alle winkels hoeven natuurlijk mee te doen aan... Want het is ook geen plicht, verplichting. Gewoon bedrijven die dat willen, ondernemers die willen, winkels die willen, die kunnen. Maar als je niet wil, hoef je niet te doen. Een laatste kans om deze mensen in elk geval te motiveren om niet te shoppen? Nou, dat best nieuw is... 30 seconden heb je. Het is nieuw in de discussie over de verruiming van de openingstijden, om ook aan het belang van de medewerkers te denken. En dat is goed, dat Den Haag daar als eerste shoppingstad van Nederland... Stad van vrede, recht en shoppen. Ja, inderdaad. Het begin meemaakt. Dankjewel, Linda. Ik heb jouw plek weer ingenomen, hoor. Heel goed. Ja, dan wil ik zitten hier. Hartstikke mooi. Nou, Linda van Meulen, Bond Girl, dankjewel. Het onderwerp van de verkiezingscampagne van dit jaar was onder meer de aanpak van de woningnood. Aan het einde van dit verkiezingsjaar daarom opnieuw een gesprek erover. Want we hebben er al een keer eerder hier in de Slag om het IJsbeleid erover gehad. Twee keer zelfs al. Met de plannen van woonwethouder Reves in de achterzak om het tekort in te lopen in de hand. Nou, dat doen we met 3 gasten. Peter Boelhouwer op links, hoogleraar woningmarkt van de TU Delft. In het midden de Suzanne Schuitenmaker van de Woonbond. En Wieger Mol van ontwikkelaar BPD. Welkom. Jullie hebben allemaal het huiswerk bestudeerd van het concept woonagenda van Reves. Ik zie bij Wieger vrolijkheid. Klopt dat? Wat is je eerste indruk als je naar het plan kijkt zoals het er nu ligt? Nou, ik vind hele aardige dingen in zitten. Dus om daarmee te beginnen, een compliment. Volgens mij mist er ook nog wel het een en ander. Ik denk dat het probleem hier niet mee is opgelost, maar een mooie eerste aanzet. Peter, optimisme?
Nou, zeker. Ik vind het echt een plan wat heel veel zaken aanpakt. Ook ver gaat. Is toch een VVD-wethouder? Ja. Dit, hè? Nou, vind ik heel bijzonder dat hij de middengroepen... Dat leid je niet af uit de plan? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ik Partij van de Arbeid zit ook in de zaal geloof ik, maar daar had ik het eerder deels aan verbonden. Nee, ik vind het echt een goede maatregel. Er komen straks nog wel op dingen die misschien nog... Maar is er echt sprake van durf? Ja, vind ik wel. Ja. En ook buiten de lijntjes kleuren. Er moet ook landelijke regelgeving komen om een aantal dingen mogelijk te maken. Maar Den Haag steekt echt zijn nek uit. Ja, vind ik goed. Ziet de Woonbond dat ook zo? Misschien zijn wij wat somberder over de woningmarkt in zijn geheel. We zien natuurlijk ook dat gemeentes relatief weinig mogelijkheden hebben om daar invloed op uit te oefenen. En ja, gezien de krapte op de woningmarkt hebben huurders het de laatste jaren heel slecht gehad. En is de betaalbaarheid enorm achteruit gegaan. Dus. Dat gaat niet verbeteren. Hoe we dat inlopen, daar is natuurlijk vooral nieuwbouw voor nodig. En, nou ja, we weten allemaal dat dat best wel moeilijk gaat. Ja, in alle sector, alle facetten zit het eigenlijk in het slot. Sociale huur is een tekort aan, middeldure huur is een tekort, koopsector is een tekort. Als we even beginnen met die middeldure huur. Daar wil Revis gaan reguleren. Die wil huurprijzen een plafond gaan bieden. Is dat een... controversiële maatregel, Peter? Nee, kijk, dat doen de gemeenten Amsterdam en Utrecht ook. Dus dat is heel verstandig. Als je het niet doet, dan ben je alles... Nou, ik denk hier in Den Haag boven de 60 vierkante meter... ben je gewoon kwijt voor de middeninkomensgroepen. Dus je moet dat gewoon reguleren. Wil je dat voor middeninkomensgroepen toegankelijk houden? Anders kom je in de orde van 30, 40 vierkante meter. Dat is dan nog in het midden. Maar daar kun je natuurlijk als jong urban professional kun je daar wonen. Maar als je wat verder in je leeftijd komt, kun je daar niet meer wonen. Dus als je iets van die middeninkomensgroepen wil doen, dan moet je dat echt via afspraken reguleren. Dat kan via de corporaties. Hè. Die kunnen dat ook een deel doen. Maar zeker ook de markt. En daar moet je gewoon afspraken mee maken. En dat willen ze ook wel. Veel beleggers zeggen ook van, nou, als wij een redelijk rendement kunnen halen, en dan zijn wij best bereid om 20 jaar afspraken te maken. Maar er hoort dan wel vaak een lagere grondprijs bij natuurlijk, hè? Dat wel. Wigger, voor een ontwikkelaar is dat werkbaar of niet? Je ziet dat in de Binkhorst bijvoorbeeld, een recent voorbeeld, is nu 30% sociale huur en 20% middeldure huur bedacht. We zullen het zien of dat gaat werken. Kijk, de rekening wordt betaald door de 50% vrije sector. Hè, dus het niet gereguleerde deel. En het gat tussen die twee groepen verschuift. Hè. Nu zit er een gat tussen de sociale huur en de eerstvolgende vrije sectorhuur. Mm-hmm. Ja, op het moment dat je nu middeldure huur gaat reguleren, schuift dat meer richting de sociale huur op. En gaat er waarschijnlijk een gat ontstaan weer daarboven. Dus gewoon een waterbed effect. Waterbed, het verschuift inderdaad, vermoed ik. Ja, ik ben geen hoogleraar op dat vlak. Gelukkig hebben we die aan tafel. Maar ik denk dat het daarin zit. Want uiteindelijk moet de rekening ergens worden betaald. Een nieuwbouw. Op dit moment is heel kostbaar. En op het moment dat een project met een verlies wordt niet gebouwd. Dus ja, willen we bouwen, dan moet het uiteindelijk wel ook rendabel zijn. Ja, maar Peter, ik bedoel, de rekening moet ergens worden neergelegd. Je kunt hem ook spreiden. Dat is denk ik wat de Partij van de Arbeid graag zou willen zien. Of misschien zelfs vooral de sociale huur vooral ontzien. Maar welke oplossingen zijn er nou? Nou, kijk, er is niet één oplossing. En hier in dit plan wordt inderdaad de nieuwbouw wordt ingezet. En Den Haag heeft daar natuurlijk beperkte mogelijkheden. Daar moeten we reëel in zijn. Maar ik denk wat ze willen bouwen, dat zijn forse aantallen. En ik ben heel blij als ze dat gaan realiseren. En natuurlijk, het is heel belangrijk dat iedereen zijn boek op tafel legt. Dus open is in de exploitatie. Dat je weet waar de verliezen en de revenuen zijn. Dan moet je echt transparant in zijn. En als het dan niet kan, ja, dan moet je het programma bijstellen. Maar het probleem is nu dat er vaak geen openheid is. Dus daar begint het mee. En als een belegger tekort komt, dan zal er iets met de grondprijs moeten gebeuren. Ja, dat betekent wel dat de koop echt duur wordt. Ja. Maar er is ook best wel vraag naar. Dus de koop wordt echt duur. Nou ja, de vrije sector koopt, die wordt duur. Maar dat kan ook wel. Daar zijn maar wat doet dat dan met de stad als, als de koop, koopsegment enorm duur is? Ja. Kan ik je uit de droom halen. We gaan niet iedereen helpen. Dus je moet keuzes maken. En dan lijkt mij het verstandigste dat mensen met echt veel geld die hier een koopwoning willen aanschaffen, dat die gewoon de hoofdprijs betalen. En dat mensen die, de onderwijzers inderdaad die je nodig hebt, en de mensen met een middeninkomen, dat die inderdaad tussen de 700 en 900 euro kunnen betalen. En dat die mevrouw van de vakbond, dat iemand die hier bij de Primarkt werkt, dat die recht heeft op een sociale, betaalbare sociale huurwoning. Maar wat hier in het plan gebeurt, is niet alleen nieuwbouw. Het gaat veel verder. Ze willen ook de bestaande voorraad reguleren. En dat is echt vernieuwend. Dat kan nu niet. En dan weet je zeker dat die woningen ook bewoond worden door mensen die daar een inkomen op afgestemd is. En niet door hogere inkomensgroepen.
En dat vind ik echt heel... Ja, dat moet de wet nog, dat moeten ze met het ministerie regelen. Maar dat gaat echt ver, vind ik hoor. En het gaat niet alleen om het inkomen, maar ook om de grootte van de woningen. Ja. Dat vind ik vooral een heel interessant punt. Het is heel jammer natuurlijk als er grote huizen bewoond worden door één of twee persoons huishoudens. En dat los je op in de bestaande voorraad. 99% van de woningen is bestaand. 1% voeg je ieder jaar ongeveer toe hier in Den Haag. Dus ja, waar kan je nou de meeste meters maken? Ook in de bestaande voorraad. Dus woningsplitsing bijvoorbeeld. Maar nee, dat is niet... dat is iets anders. Dat is een gevaarlijk onderwerp hier in dit huis. Maar nee, stimuleer mensen. De oudere dame die alleen nog in het gezinshuis woont. En ik heb in het plan gezien dat het voor sociale huur wordt voorgesteld. Maar dat zou ook in de vrije sector kunnen. Stimuleer die om naar een wat kleinere woning te gaan. Dat moet dan aantrekkelijk zijn. Het is misschien voordelig om daar dan te wonen. Of hij is beter geïsoleerd of het nieuwer. En op die manier die doorstroming op gang te krijgen. Zodat het huis wat ze achterlaat, dat weer door een gezin wordt bewoond. Ja. Daarin geloof ik... Volgens mij las ik hier iets over de treintjesmakelaar of een andere term, doorstroommakelaar. Ja. Nou ja, dat vind ik een hele interessante gedachte. Hoe groot is die noodzaak tot doorstromen, Suzanne? Nou ja, die noodzaak is er denk ik heel erg. Want er zitten natuurlijk inderdaad heel veel ouderen in een te grote woning te wachten. Misschien zitten ze daar prima, hè, en wachten ze niet op een andere woning. Maar er zijn ook best heel veel mensen die wel willen vertrekken naar een kleinere woning. Maar wat heel vaak een probleem is natuurlijk de betaalbaarheid van die woning. We zien soms voorbeelden van gemeenten die... Of eigenlijk corporaties die experimenteren met horizontaal verhuren. Dat de huurprijs gelijk blijft. En dan heb je toch nog wel weer servicekosten omdat je natuurlijk naar een appartement gaat. Maar ja, kom je daar op zich niet ongunstiger uit. En op die manier krijg je natuurlijk mensen wel eerder bereid om te gaan verhuizen. En verhuizen is natuurlijk sowieso al een grote stap voor heel veel mensen. Mm-hmm. Uit de vertrouwde omgeving weg en kleiner. Verhuizen is voor heel veel mensen stressfactor 1, geloof ik. Dus, maar ja, als je op die manier, of als je ook die betaalbaarheid daarin tegemoet komt, dan denk ik dat meer mensen daartoe bereid zullen zijn. Even tussendoor, als er mensen uit de zaal zijn die iets willen vragen aan deze deskundige, of misschien dat de politiek zelfs wil reageren, dan kan dat. Ik zou zeggen, duif even, dan komen we naar je toe met de microfoon. Ja. Even de middeldure huur. Wieger, als ontwikkelaar, je weet dat er heel veel vraag is naar die middeldure huurwoningen. Dan zou ik denken, dan ga je dat ontwikkelen, want je weet zeker dat het wordt verhuurd. Of wordt verkocht uiteindelijk na 20 jaar. Waarom gebeurt dat zo moeizaam? Volgens mij gebeurt het, alleen kan het nog veel meer. Het kan veel meer, maar wat moet er dan gebeuren om het voor jou als ontwikkelaar interessanter te maken om in hogere snelheden volume neer te zetten? Ja, wat ik denk, het moet aantrekkelijk zijn inderdaad voor een ontwikkelaar om het product aan te bieden. Dus, een lage grondprijs helpt. Nou, bijvoorbeeld, op het moment dat die te hoog is, dan kan het niet. Hè? Dat probeerde ik net ook al uit te leggen. Ik heb het idee dat er woningen ontwikkeld worden voor die categorie, maar dat het moet meer. Het komt nu, kijk, tot voor kort was er een regel in dit huis of in deze gemeente, 30% van de nieuwbouw is sociale woningbouw. Nou, iedereen wist waar die aan toe was, dus die zag keurig netjes tot op de woning nauwkeurig 30% werd gerealiseerd en 7% vrije sector. Het gat ertussen was heel groot. Dus die sociale woning, die met een huurprijs tegen de €700. Het gat tussen de volgende woning, die misschien net zo groot was, was een paar honderd euro in huur. Dus ik heb het idee dat de markten moeten gewoon naar elkaar toe gaan groeien. En dat kan door enerzijds middensegment, waarmee je het naar richting sociale huur doet. Ja, misschien moet je ook nog wel nadenken dat de categorie wat is sociale huur, dat dan nog wat wordt opgerekt. Ja, de markten moeten naar elkaar toe groeien. Kijk, dat is de angst van vooral de sociaal-democratische kant. Dat die huurprijzen alleen maar de pan uit gaan reizen. Dat die alleen nog maar duurder worden. Ja. Met nieuwbouw, vermoed ik, ga je de sociale problematiek, sociale woningbouwproblematiek niet oplossen. Het is nu een eis, 30%. Iedereen doet dat dan braaf. Maar dat zijn allemaal woningen die dan ook... vrij groot zijn, 65 of 60 vierkante meter, met een prijs tegen de €700, terwijl de behoefte zit misschien wel veel meer in de nog betaalbaardere categorieën. Als je ziet, je kan nu in de vrije sector huur, het is een studio van 40 vierkante meter voor €726 huren. Dat is wat er in de vrije sector gebeurt.
Dus ja, er zit een mismatch tussen dan dat vrije sectordeel en die sociale. Peter, dus we zijn aangewezen eigenlijk op de corporaties als het gaat om die betaalbare woningen? Ja, dat is ook altijd het geval. De markt gaat niet... De markt gaat het niet uit zichzelf. Ja, uit zichzelf niet. Nee, dat kan ook niet. Wat er trouwens wel hier wordt voorgesteld, dat is ook wel een noviteit. Althans, noviteit, dat zie je niet zo heel veel. Ook, dat ook marktpartijen sociale huurwoningen gaan exploiteren. Dat is ook wel bijzonder. Dan moet ik even heb je daar fiducie in? Nou, dat kan. Ik ken marktpartijen die het wel willen. Want dan krijgen ze ook die lage grondprijs. Het schijnt uit te kunnen, dus het gebeurt. Alleen je moet ontzettend goede afspraken met ze maken. En dat wordt ook wel gedaan. Hè. Na 10 jaar... kunnen ze dan eventueel verkopen, maar ze moeten ze eerst aanbieden aan de corporatie als er geen druk meer is, en anders na 20 jaar. Dus je moet dat ook weer heel goed organiseren, anders ben je het kwijt waar je bij staat. Hè. Dus het is wel een. Wat je ook kan proberen is toch wat corporaties van elders hè, te laten investeren in stad. Want dat is natuurlijk het dilemma hier in Den Haag. We hebben 3 grote corporaties. Ze zijn alle 3 niet echt rijk, zullen we maar zeggen. Dus die hebben beperkte investeringscapaciteit. En ook voor hen geldt. Ja, de normen die gesteld worden aan nieuwbouw, die worden steeds en steeds hoger. Denk aan duurzaamheid, aan toegankelijkheid. Ja, ik hoor al corporatiedirecteuren roepen, we gaan stoppen met bouwen. Niet hier gelukkig, maar ik hoor het wel. Want we kunnen het gewoon niet meer opbrengen. De onredabele toppen worden te groot. We kunnen wel kwaliteit op kwaliteit willen. Maar wat jij ook zegt, dat moet op een gegeven moment wel moet het betaalbaar worden. Ik meen dat de Westlandse corporatie Arcade, die heeft hier heel, veel, heeft hier heel veel gebouwd. Klopt, ja. Is dat wenselijk? Ja, tuurlijk, dat is prima. Dat is prima. Maar je zou denken, Arcade moet bouwen in het Westland. Een corporatie die redelijk rijk is, ga daar eens mee praten. Er is heel weinig sociaal gebouwd in het Westland de afgelopen jaren. Arcade was alleen maar actief in Den Haag. Maar voor Den Haag is dat natuurlijk prima. Dat is natuurlijk prima. Ja. Ik zie dat we een reactie uit de zaal hebben. Martijn Balsen van de Partij van de Arbeid. Nou ja, hierop aansluitend. Ik denk dat een van de belangrijkste problemen met de woonvisie niet wordt opgelost. En dat is kapitaal voor de corporaties om te kunnen investeren. Want wat de heer Boelhouwer zegt is waar. De Haagse corporaties zijn het armlastigst van heel Nederland, hè, blijkt uit de cijfers. En daar is geen investeringscapaciteit. En dat moet er komen. Dat kan door het Rijk komen. Of door corporaties van uit de regio of van buiten de regio. Want daar kan ook ontheffing voor worden aangevraagd. Dus dat zou echt als de wiedenweerga moeten gebeuren. Dit jaar wordt 2% van de nieuwe woningen sociaal gebouwd. Vorig jaar was dat 5%. Dat is bij lange na niet de ambitie van 30%. En er wachten nu 50.000 Hagenaars op een sociale woning. Dat is nogal wat, want er zijn maar 60.000 sociale woningen in de stad. Dus iedereen wacht op een woning. Levensgroot. Dus het probleem is niet alleen bij de sociale voorraad, maar overal. Nee, maar het ging net ook even over scheefwonen. En van scheefwonen is echt steeds minder sprake. De afgelopen jaren is dat heel hard afgenomen. Dus scheefwonen is al bijna geen sprake meer van. Nee, dat is heel weinig. Dus ja. 27% las ik. Nee, 7 geloof ik. Heel ja, weinig. 7 economisch en 20% die in een te groot huis wonen. Oh, dat ja. Maar niet qua huurprijs. Nee. We hebben het al een tijdje over betaalbare woningen, maar we hebben het nog niet over de verhuurderheffing gehad. Hoe kan dat? Ja, dat is wat jij voorstelt. Ja. Hè? En dat staat ook in het plan. Hè? Maar dan kan je natuurlijk, ja, dan moet je een deur verder gaan, hè? Een binnenhof. En daar wordt natuurlijk druk onderhandeld om die verhuurderheffing te verlagen. Maar wat de plannen die ik hoor, is dat het allemaal gekoppeld wordt aan duurzaamheidsmaatregelen. Dus dan wordt het wel ingezet. Maar dan moeten die corporaties, daar moet ook nog eens ja, landelijk, bij meer dan 100 miljard moet daar in de sociale voorraad aan verspijkerd worden. Nou, dat gaat dan via die verhuurderheffingstukje, maar daar blijft volgens mij geen geld over dan voor onredabele top in de nieuwbouw. Maar dat staat wel in het plan. Ik dacht nog aan het verruimen van de verhuurdersheffing door, want ik heb het net gezien, je stopt bij alleen de sociale sector wordt aangepakt. Waarom niet dan ook de beleggershuur? De vrije sector ook meenemen. Die hele verhuurderheffing is natuurlijk een dramatische heffing natuurlijk. Je gaat heel veel belasting heffen bij de zwakste groep in de samenleving. Als ik in het buitenland ben en ik vertel, dit zijn de 2 dingen die geloven mensen gewoon niet. Dat is die verhuurderheffing en dat is de hypotheekrente aftrek. Dat is onbegrijpelijk dat we die maatregelen hebben ingevoerd. Maar dat is inderdaad iets waar Ollongren, de minister, over gaat. Ja, dat zijn crisismaatregelen geweest. En die hadden al lang van tafel gemoeten. Dus we zeggen tegen de corporaties, je moet meer dan 100 miljard investeren. Je moet allemaal nieuwbouw gaan plegen. Die hartstikke duur is allemaal daar op de top in zit. En by the way, we pakken 4 keer de maandhuur van je af. Ja, dat is gewoon bizar. Ja. En verwachten dat er wordt geïnvesteerd. Ja, dat kan dus niet. Nee, dat gaat niet. Dus helemaal mee eens. Die verhuurderheffing moet van tafel. En je kan het ook koppelen aan investeringen als corporatie. En wat je ook nog kan doen, maar dat moet ook via het Rijk gebeuren. Er zijn wel degelijk rijke corporaties, ook buiten de Randstad. En dat zou je moeten verevenen natuurlijk. Hè. Want er zijn ook gebieden in Nederland waar veel minder druk is, toch? Ja, maar corporaties wel geld hebben. Maar die hebben natuurlijk moeite om dat hier in Den Haag uit te geven. Nou, daar moet je ze een handje bij helpen dan.
Maar we constateerden, in het Westland is er onvoldoende gebouwd qua woningen. Dat is ook een keuze geweest natuurlijk. Ja, ik denk dat die gemeente in het Westland... Ik ben niet helemaal goed thuis in het Westland, maar ik vermoed dat die gemeentes daar ook niet op hebben aangedrongen. Dus je ziet veel kleine gemeentes, die vinden het wel best. Die vinden, met als resultaat dat Den Haag... Ja, die bouwen liever sectorwoningen. En die willen vooral niet de laagste inkomensgroep uit Den Haag in hun gemeente hebben. Dat zie je in Rotterdam ook overal in die regiogemeentes. Dus die bouwen zo min mogelijk sociale huur. Dat is wat er gebeurt. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat de grond in Rijswijk wordt gekocht door de gemeente Den Haag. En dat daar vervolgens woningen verrijzen. Is dat nou ook een van de lichtpuntjes van deze woonagenda? Voor mij is dat gewoon één gebied. Dat maakt me natuurlijk helemaal niet uit of dat nou in Rijswijk staat of in Den Haag. Dat zal niemand kunnen uitmaken. Nou ja, als er maar gebouwd wordt. Hè. Dus... Het is een regionale markt. Dat las ik ook wel. Dat ook in regioverband afspraken moeten worden gemaakt. Ja, lijkt me dat dit... dan moet worden meegenomen. In dit geval gaat het maar om 60 woningen. Dan denk ik, ja, maar 60 woningen. Dat is vrij weinig. Het is dan toch peanuts? Ik bedoel, het gaat toch om dat we richting de 4.000, 5.000 woningen moeten bouwen per jaar? Hele hoge torens hebben we nodig. Ja, daar word ik ook nooit zo vrolijk van. Want dat zijn ik denk dat het hier in Den Haag trouwens op een aantal plekken niet anders kan. Maar je moet je voorstellen, die torens, ten eerste levert dat niet vaak meer woningen op. Hè. Je kunt ook, Soeters en Uitenhaag hebben dat voor Sluiseiland laten zien. Je kunt ook met gesloten bouwblokken 6 hoog kun je dezelfde dichtheid houden, maar dat is veel goedkoper. Heel veel mensen willen helemaal niet in die hoogbouw wonen. Zeker alleenstaande ouderen niet. Daar hebben we het net over gehad. Dat is de grootste doelgroep. Die groeit enorm. Ja, wat moeten die mensen nou in zo'n hoge toren? Daar zitten ze echt niet op te wachten. Het is duur. Gewoon qua bouwkosten. Je moet in Zalm. Ik las van de week die toren in Rotterdam. Dan moeten heipalen van 60 meter in. Nou, dat kost een duitje. Hè. Dat... En dan moet je nog die 30% sociale huur. Ja, dan moet je ook 30%. Dus dat weet ik helemaal niet hoe de ontwikkeling dat gaat rondrekenen. Nee, ik kom daar niet uit. Dus nee, daar kom je volgens mij niet uit. Nee, dat is echt heel ingewikkeld. Nee, zeker ook... vandaag. Vandaag lukt het sowieso niet. Maar in dat project zit ook geen sociale woningen. Nee, volgens mij. Dat zou kunnen. Dat ken ik onvoldoende. Ja, maar dan bouwen ze dan? Want ze willen vooral woontorens bouwen. En je hebt 30% sociaal. Maar waar moet dan die sociaal dan? Ik ben ook benieuwd inderdaad. Die torens staan allemaal rondom de stations. Ja. Wie gaat er wonen? Gaat daar de wijkagent en de verpleegster wonen? Of... Ja, de advocaat die op de Zuidas in Amsterdam zijn huis niet kan vinden. Want de grond alleen is al heel duur. Nou ja, Den Haag is vele malen goedkoper dan Amsterdam. Hè. Daar is het probleem nog veel groter. Maar als je heel goed bereikbaar bent, je locatie... Ja, dan stroomt ook iedereen heel makkelijk natuurlijk hier naartoe. Dus eigenlijk moeten we vooral focussen op het probleem oplossen in Amsterdam. Dat is denk ik een heel goed idee. Is dat een goed trekpunt? Deze agenda heb ik... of in Rijksverband, volgens mij is het een bijna een landelijk probleem. Peter, dat wordt nog niet zo gezien, denk ik. Nou ja, er zijn heel veel mensen uit Amsterdam. Ik weet toevallig dat er vorig jaar 5.000 naar Rotterdam zijn verhuisd. Ik weet niet de getallen naar Den Haag, maar dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Maar de Randstad heeft een probleem. Ja, dus de Randstad. En het woningtekort is geschat in het noordelijke deel van de Randstad. Dat kwam er recent uit, op meer dan 5%, ook in Utrecht. Dat moet je voorstellen, iedere 20 woningen heb je er één tekort. Dat zijn gigantische aantallen. Ik denk Den Haag dat het hier tussen de 4 en 5% ligt. Dus het zijn enorme aantallen. En de komende twee jaar, gaan we ook niet meer woningen bouwen. Want ik zie alleen de bouwvergunningen de laatste 3 kwartalen zie ik minder worden, afnemen. Dus somber vooruitzicht dit, hè? Ja, dus in plaats van dat we meer woningen gaan toevoegen, gaan we de komende tijd minder woningen toevoegen. Dus dit plan, dat omarm ik met volledig. Maar een lokale woonagenda, dat haalt weinig uit dan, toch? Ja, er wordt terecht ook aangegeven dat nieuwbouw is natuurlijk maar 1 of 2%. Maar het is wel heel belangrijk voor de doorstroming, voor de toevoering. Maar ik zie het de komende 2 jaar niet gebeuren. Dus het is vooral een middellange termijn oplossing. Dus de plannen die je nu maakt, die komen over 5 of 10 jaar beschikbaar. Dus dat moeten we zeker doen. Maar in de tussentijd moeten we de bestaande voorraad efficiënter verdelen. Nou, daar zitten ook plannen voor. En, dat zie ik minder, een beetje wel flexwonen. Maar je moet ook tijdelijke woningen gaan toevoegen. Wat Rotterdam nu doet, maximaal 3.000 tijdelijke woningen op plekken waar toch nog niet gebouwd kan worden. Dat biedt ook oplossingen. En moet je niet ook gewoon als stad onaantrekkelijk maken om hier te komen wonen? Ja, dat kan je ook doen, ja. Een hek om Den Haag. Een hek om Den Haag. Een fijne conclusie voor het einde van het jaar. Dank jullie wel. Een hek om de Haag. Heb ik al geluid? Oh, kun je me verstaan?
Ja, ik kan er ook naast lullen hoor, maakt niet uit. Ik lulde heel vaak naast. Waarde stadsgenoten! Of een, laten we zeggen, een schitterende uitsnede daarvan. Het jaar loopt ten einde en dat wordt zoals gebruikelijk begeleid door een rabiate consumptiedrift. Er wordt nog gedebatteerd over de verruimingstijden, hoorde ik zojuist, maar op internet is er geen sluitingstijd. Aangejaagd door een nooit ophoudende reeks feestdagen persen we alles eruit wat er nog in zit. Aan januari denken we nog niet, want dat zal in ieder geval donker zijn en misschien ook koud, al weet je dat, in dit nieuwe klimaat niet. In mijn winkelstraat zaten ze dit jaar tot eind oktober topless op de terrassen. En de afgelopen zomer was een lange aflevering van Heel Holland Bakt. In januari gaan er nog meer dingen gebeuren waarover we nu liever niet willen nadenken. Het lage btw-tarief wordt een stuk minder laag. Dat gaan we merken tijdens het boodschappen doen. Zelfs gezonde producten als groente en fruit zullen duurder worden. Geen lof dus en zeker niet voor het kabinet. En deze gezonde groenten, wokken, zal ook duurder worden. Want de energietarieven stijgen flink. Is dit kabinet, na de blooper met multinationals als Shell en Unilever, nu bezig internationale voedselpooiers als McDonald's, Burger King en Kentucky Fried Chicken te paaien? Want snel en slecht voedsel wordt zo steeds goedkoper. Op het eerste gezicht dan, want dit verleidelijke fastfood zorgt voor een hogere MAC-cholesterol, een hogere bloeddrukking en meer Kentucky Fried obesitas. Dat komt allemaal bij de prijs. Maar het gaat mij in deze column niet alleen om deze verarming. Het is bijna kerst 2018 en het wordt tijd om te laten weten waar we voor staan. Waar gaan we heen in dit nieuwe jaar? Met de wereld, met de stad en met onszelf. Gemiddeld gezien leven wij in ons deel van de wereld in de rijkste tijd die de mens ooit heeft gekend. Er is meer dan genoeg van alles, ook van problemen trouwens, maar bij het verdelen gaat er iets mis. Sterker nog, zelfs in onze geniveleerde samenleving worden de verschillen steeds groter. Dat zal er niet beter op worden als het straks januari is. En dan bedoel ik met januari de nabije toekomst. Als de reserves opraken, de energietransitie getraineerd blijft door zekere politici en hun oliemaatschappijen en hun wederzijdse belangen. Hun tijd zal het wel duren, want het wassende water zal eerst de lager geplaatste het wegspoelen. In 15 jaar tijd is 15% van de onderste ijslaag van de Noordpool gesmolten. Ha, denken Trump en de zijnen, dan kunnen we makkelijker bij de olie. Een beetje warmer op aarde zal de Amerikaanse president niet erg vinden, want die weet heus wel dat dat niets is vergeleken bij zijn toekomst wanneer hij zal branden in de hel. Er is dus veel, het wordt niet goed verdeeld, het is het verhaal van alle tijden. Erger lijkt me dat het een gevoel is dat ons sociaal kapitaal is aangetast. Onze empathie, het vermogen om verder te kijken dan het individu of het eigen groepje. Oorlogshitserij met commerciële belangen speelt daarbij een rol, waarbij het draait om polarisatie. In de consumptiemaatschappij worden verkiezingen en andere belangenstrijden, zoals de Brexit, gevormd naar voorbeeld van een sportwedstrijd. Waarbij er wordt gezorgd dat er twee strijdende partijen zijn waartussen een miniem verschil bestaat. Dat zorgt voor veel spanning en permanente aandacht. Zo kan er ook veel verdiend worden aan alle mogelijke soort nieuws erover en de bijbehorende reclame. Het is in veel gevallen een slimme en profijtelijke bestrijding van lamlendigheid en verveling. U hoort het, vandaag gebruik ik grote woorden, wie weet leidt dat ook tot grote daden. Laat ik dat tenslotte ook doen als we het over de toekomst van onze wereld, onze stad en onszelf houden. Wat zijn de prioriteiten? Zorg voor elkaar, maar ook mogelijk gemaakt door de overheid, want dat zijn we zelf en niet door commerciële zorgverzekeraars. Onderwijs voor iedereen, altijd meer en altijd beter. En tenslotte meer geld en middelen voor misschien wel het belangrijkste mechanisme van ons sociale kapitaal, om het sociale kapitaal op te vijzelen, de kunst. De kernwaarde van een beschaving wordt bepaald door de cultuur. En dan hebben wij in Den Haag ook nog eens heel veel culturen. Hoe mooi wil je het hebben? Kunst is de specie van de maatschappij. Het glijmiddel, zo je wilt. En ja, dat kost geld. Ons geld. We geven een stukje van onszelf en we krijgen er de wereld voor terug. Ik kan het niet genoeg herhalen. Wij zijn niets zonder kunst. Kunst is wat we nodig hebben. En liefde. En tederheid. En opbouwende kritiek. En empathie. En wellevendheid. Als we nou eens zouden beginnen met dat allemaal aan elkaar te geven met kerst en in het nieuwe jaar. In plaats van die geldverslindende, milieuverpestende spullen. Het kost niets. Dus dan val je in januari financieel en moreel in een veel minder groot zwart. Ik wens zwart gat. Ik wens jullie om te beginnen alle goeds en vooral
een hele fijne kers. Max van Verrek. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Theodor. Kunst is wat we nodig hebben, sowieso, zei Max van Verrek. En misschien dat dat wel de reden is dat het gemeentemuseum in Den Haag nu het kunstmuseum gaat heten. Ja, ik vind het, ik moet nog wennen. Okay. Maar we zijn aan het einde gekomen van deze super speciale, zoals jullie hebben gemerkt, editie van De Slag om het IJspaleis. Dankjewel, Ivar. We gaan eruit en dat doen we op de traditionele manier. Dus we gaan de hele lijst met medewerkers bedanken. Begin jij. We hebben nog even. Dank natuurlijk aan al onze gasten van vanavond. Natuurlijk ook de politieke gasten en u als toeschouwer. De gemeente Den Haag en in het bijzonder Victorine en Koos. De bibliotheek Den Haag bedankt. Sean, Nicky en Rajen. En Den Haag FM. Zeker. Food Fridge Moneybox. Fijn zo'n nieuwe naam. Dank jullie wel. Joost, Studio A voor de techniek. Studio Duel voor de vormgeving. Ook aanwezig zie ik. Heel goed. Eljo en Gerben voor het prachtige decor dat na maanden weer van stal is gehaald. Zo is dat. René voor het opbouwen. René, dank Dankjewel. Andere René, leuk dat je er bent. Hoi. Marijke ook bedankt. Marijke ook bedankt. Die hebben we nu bedankt, ja. Soutrist, de man met de camera. Zo is dat. Jeroen, Kees en Bart, ons bestuur. Onze vrijwilligers, Angelina, Chanel en Rosa, die met die prachtige pakjes hier rondlopen. En jullie straks allemaal drank gegeven. Ja, zo is dat. En natuurlijk Sanne voor de productie en heel belangrijk, Luisterende Pels, want zonder hen hadden we dit niet kunnen maken. Ook hier aanwezig. Voor nu, fijne avond tot bij de bar. En wie weet, tot januari, dan proberen we weer op een derde dinsdag bij jullie terug te zijn. Graag tot dan. Dag. Dag.